Ik ben blij dat we hier na 3 jaar terugstaan. Ik kan zeggen dat alles ver in de plooi aan het vallen is. Tegen dat we hier buiten komen, zal de laatste plooi glad gestreken zijn. Ik had een klein woordje voorbereid. Black Friday. Bloody Sunday. Roze Montag. Niks van dat alles hier op de jaarmarkt. Enkel Sunny Saturday before the last Ruby Tuesday of November. Et pour les Flamands, la même chose. 2 jaarmarktloze jaren. We waren al een beetje de routine kwijt. En ook een paar comitéleden, spijtig genoeg. Maar dankzij veel positief denkende medewerkers, oude, maar ook een paar nieuwe krachten en opbouwende en vernieuwende ideeën en kritieken, aangevuld met heel wat helpende handen en plak- en vliegwerk, zeker in de allerlaatste sprint tot de streep. Daarom denken wij het jaarmarktcomité dat het resultaat goed zal zijn. Aandacht! 73e jaarmarkt Lennik. Eindelijk, na 3 jaar, is ze weer daar. Met kermis, dierenwedstrijden, oldtimer-tractoren, kinderboerderij, streekproducten en kunst in de dekenij. En ook de Sint is van de partij. Voor u speelt nu plechtig de opening de Eelvier, de Lennikse Quinteliers. Men zegt het voort! Men zegt het voort! Zesde leerjaar, vijfde, vierde, derde leerjaar, pas niet vermaast. Amai, zeg, twee grote meiden en zeg. Maar jullie maken soms wel eens ruzie. Dat gebeurt wel eens. Maar lossen jullie dat ook op? Of moeten jullie allebei samen naar bed? Proficiat, dat zou niet zo zijn. Alsjeblieft. En alsjeblieft. Een vriend, hè? Proficiat. Dankjewel. Zijn dat jullie schapen?
van mijn opa. Onze opa. Thank you.
Thank you.
And I say, no, my name is Emilio. There you are, easier to say Emilio. See, and there he gonna swim in zijn blote piscine. And iedereen heeft dat verstaan. And everybody has understand. I was...